Mensen, welkom op een nieuwe lezing in de serie Zicht op Torah. En vandaag een bijzonder gedeelte waarboven staat en God verscheen. In het Hebreeuws wordt het genoemd naar het eerste woord, en hij verscheen, dat wil zeggen, en God verscheen. En God verscheen in Genesis 18 aan Abraham. De stamvader van Israël, maar ook de vader van alle gelovigen. Dus deze lezing is ook duidelijk iets voor ons. En we lezen in Genesis 18: Daarna verscheen de Heer aan Abraham bij de eiken van Mamre. Toen hij in de ingang van zijn tent zat en de dag heet werd. God verschijnt in het leven van Abraham. Zoals we de vorige keer het gehad hebben over de roeping van Abraham, dat Abraham op weg gaat om tot een zegen te worden voor alle volkeren. En God belooft aan Abraham een volk en een land. Alleen, ja, Abraham had nog steeds geen nageslacht. En dan verschijnt Gods in Genesis 18 aan Abraham om aan Abraham te beloven dat volgend jaar. Hij een kind zal krijgen. Dus het kind Isaak is een zoon van de belofte. En Abraham en Sarah, ja, die verheugen zich daarover. Isaak betekent ook daar waarover verheugd om gelachen wordt. Abraham wordt dan honderd jaar als Isaak, zoon van de belofte, geboren wordt. Dus een kind ook van zijn ouderdom. Dat zien we niet alleen bij Abraham, maar dat zullen we later ook bij Jacob zien, dat hij op zijn honderdste die zoon van belofte, Jozef, die de redder der wereld genoemd wordt, mag ontvangen. Dus we zien dezelfde structuur dat wanneer Abraham en Sara het niet meer uit eigen kracht kunnen, dat God verschijnt en een zoon van de belofte geeft. Isaac is dus in wezen een wonder. En Abraham, die niet alleen geroepen was door God om op weg te gaan. Abraham die wandelt voor Gods aangezicht als een boegbeeld in deze wereld van wat God wil zeggen. En Abraham neemt erin zijn leidersrol. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. En dat zullen we zien op drie fronten: dat hij zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn gezin neemt, dat hij zijn morele verantwoordelijkheid voor zijn familie neemt en dat hij een sociale verantwoordelijkheid neemt voor de regio. En zoals Adam faalde in zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en de schuld over de zonvloed afschoof op Eva en vervolgens Eva op de slang. Zo weten we ook dat Caïn zijn morele verantwoordelijkheid afschoof: Ben ik mijn broeders hoeder? En ook later dat Noach wel zelf in zijn gezin gered werd, maar zijn sociale verantwoordelijkheid om ook de mensen erop te wijzen en hen te redden, is niet gelukt. Maar we zien bij Abraham als vader van de gelovigen dat hij op deze drie fronten wel een stap zet. En daarmee ook een leidersrol mag vervullen. Zoals later het volk van God Israël gekozen wordt om tot een hoofd der volkeren te worden. En dat zien we al in de stamvader van Israël in Abraham. Want wanneer er ruzie is tussen de herders van Abraham en de herders van Lot, dan zegt Abraham: Lot, kies jij maar. Ook al was Abraham veruit de oudste, die zou normaal gesproken de eerste rechten hebben, maar hij geeft de keus aan Lot. Daarmee is duidelijk dat Abraham voor zijn gezin en voor zijn herders opkomt. En als God dan verschijnt aan Abraham in uh, Mamre en vertelt de plannen die God heeft aangaande Sodom en Gomorrah. Dat Abraham dan gaat pleiten, gaat bidden. Dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt ook voor Sodom en Gomorra. En hij gaat bidden. Heer, als er ook vijftig rechtvaardigen zijn. En dan veertig tot aan tien rechtvaardigen. En daaruit komt ook um, wat in Israël bekend is: wanneer er tien rechtvaardigen zijn, zal een stad gered worden. De tien als een gemeente, een minjan, als een beeld waarin gebeden wordt ook voor de stad. Dus we zien in de stamvader van Israël, de vader van de gelovigen, dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt op het persoonlijke vlak voor zijn gezin en zijn herders. Dat hij zijn morele verantwoordelijkheid neemt als Lot bedreigd wordt en hij Lot gaat bevrijden. Maar dat Abraham ook zijn sociale verantwoordelijkheid neemt dat wanneer Sodom en Gomorra door de Heer verwoest gaan worden, dat Abram gaat bidden en gaat pleiten. Totdat er zelfs tien rechtvaardigen zijn, dat dan de stad gered mag worden. En in dit gedeelte, van Genesis 18 tot en met 22, zien we nog een bijzondere episco episcoop. En dat is over de binding van Isaak. Wanneer Isaak, Um, geboren is wanneer Abraham honderd is. Isaac groeit op. Maar op een gegeven moment lezen wij in Genesis 22 dat God Abraham op de proef stelt. En dan zegt God tegen Abraham. Abraham, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En offer hem op de de berg Moria als een brandoffer op de plek die ik u zal wijzen. Met andere woorden, Abraham wordt beproefd. Zoals we gezien hebben dat Abraham geroepen was om tot een zegen te zijn voor de volkeren, maar dat de duisternis van de aanschieren en de angstaanwekkende duisternis over hem valt, de leidende rol van Ishiel. En dan zien we in dit gedeelte dat. Israël ook een priesterlijke rol gaat vervullen. Om de wereld te zegenen. Want Abraham wordt beproefd. dat hij zijn zoon, zijn enige die hij lief heeft, Isaac, moet nemen. als een brandoffer op de berg Moria. En Abraham gaat des ochtends vroeg op pad. Dus hij wacht niet, hij redeneert niet. Nee, hij gaat op weg. En wel heel bijzonder, dat Isaac is hier ongeveer 33 jaar oud. Dat weten we uit het gedeelte wat erop volgt: dat wanneer Sarah sterft, is Isaac 37. Nou, dit zal allemaal net ervoor geweest zijn, dus Isaac is ongeveer 33. En dat zegt misschien nog niet zoveel, maar 33 is wel een bijzonder iets. Dat in de sport, met name de wielersport, wat nogal een vrij fanatieke sport is, zegt men: als je 33 bent, ben je fysiek en mentaal op het sterkste. Dus als Isaac op zijn 33ste mentaal en fysiek het sterkste is, en hij er nou even geen zin aan heeft om op dat offer te gaan liggen. Ik kan me voorstellen dat je in de ochtend wakker wordt en denkt, nou nee, daar heb ik vandaag nog niet zo'n zin in. Maar dat als Isaac op het sterkst in zijn leven is, 33, en Abraham dus 133, dat wanneer Isaac daar geen zin aan heeft, dan is het Abraham. En daarom is dit offer van Isaac zo bijzonder. Hij liet zich gewillig offeren. Maar op het allerlaatste moment. Als Abraham in wezen Isaac al gedood heeft. geestelijk heeft overgegeven. dat de engel van God zegt: Abraham, stop. Nu weet ik dat je, zelfs je zoon, mij niet onthoudt. En gaan die twee samen weer op weg. En God voorziet in iets anders. Dat wanneer Isaac. ja, weer van het altaar af. Gehaald wordt dat Abraham zijn ogen opslaat en een ram ziet en wanneer hij die ram gaat slachten, als je een ram slacht, heb je twee chauffeurs. En een chauffeur is een hemels instrument. Het is nogal indrukwekkend geluid als je erop blaast, oftewel wij worden opgeroepen tot de strijd, maar wanneer je de chauffeur blaast, wordt God aan zijn beloften gehouden dat God op deze berg zal voorzien. En dat betekent in het Hebreeuws Jere. Waar ook de naam Jere Shalom, jeru Salem, van komt. Dat op deze berg zal God voorzien in zijn shalom. En van dit gedeelte, Genesis 22, de binding van Isaac. En dat hij op het laatste moment niet geofferd werd. En in plaats daarvan een ram geofferd wordt. Daarvan lezen we in het Nieuwe Testament dat Jezus zelf zegt in Johannes 8, vers 58: Abraham heeft mijn dag gezien, profetisch, 2000 jaar later. Dat Jezus op diezelfde berg als zoon van Abraham wel geofferd wordt om te voorzien in de shalom voor ons. En dat is het geweldige gedeelte dat. Uit Genesis 12 en Genesis 22, de, de offer van Abraham. Dat de lijn wordt doorgetrokken ook naar het nieuwe verbond. Waarin Abraham gesteld wordt tot zegen voor de volkeren. Maar dat die zoon van Abraham Jezus eerst geofferd moet worden. om te voorzien in die zegen, in die verzoening voor de hele wereld. En als we niet alleen naar de Torah kijken, ook bij dit gedeelte hoort een lezing uit de profeten. En het gedeelte voor deze parasha, dit wekelijkse Torah-lezing, is uit 1 koning, 2 koningen, hoofdstuk 4. Het gedeelte dat die profeet Elisa iemand uit de dood opwekt. Elisa, ja, die. Was in de voetsporen van Elia, die grote profeet in Israël. En Elia was de eerste die iemand uit de dood mocht opwekken. En dan vandaag het gedeelte uit 2 Koning 4 waar het over de profeet Elisa gaat. Elisa, die ontvangt een dubbel deel van de profetische bediening van Elia. En we zien ook dat Elisa. Tweemaal iemand uit de dood opwekt. En in dit gedeelte, 2 Koningen 4, is er de jongeling van de vrouw uit Sunam. En we weten dat Jezus, die niet alleen geofferd is, gestorven is, maar ook opgewekt is ten derde dag. En de bijzondere van de opwekking en de opstanding van Jezus. We geloven en we zeggen dat Jezus de Eerste Ling is uit de dood. En toch was hij niet de eerste die uit de dood opstond. Zoals we weten, dat Elia al iemand uit de dood heeft uh, mogen terugbrengen. Elisa twee mensen uit de dood heeft doen opstaan. En Jezus zelf heeft drie mensen uit de dood doen opstaan: Dochtertje van je Iris. Jongeling van na in. En, en zijn vriend Lazarus. Met andere woorden, er zijn al zes mensen uit de dood teruggekeerd. En toch geloven we dat Jezus de eerste is. die uit de doden is opgestaan. Wel, het cruciale verschil is. dat al die eerste zes genoemden. zijn weer levend geworden. naar deze kant. Maar vroeg of laat zijn dat dochtertje van Iris en Lazarus, toch weer gestorven. Maar Jezus is door de dood heen gegaan en aan de andere kant opgestaan van Gods kant, met een verheerlijk lichaam. Dus vandaar dat we niet alleen zeggen, maar ook geloven dat hij de eerste leng is uit de doden en aan de overkant is opgestaan met een verheerlijk lichaam. En hij kan dus ook vanuit Gods kant naar ons toekomen. Daarin is Jezus de eerste Hebreer die van de overkant komt. Zoals Abraham een Hebreer genoemd werd, dat hij vanaf de overkant van de woestijn kwam naar het beloofde land. Zo geloven we dat die zoon van Abraham niet alleen door de doden is heengegaan, maar is opgewekt en met een verheerlijk lichaam ook naar ons toe kan komen, vanuit Gods kant kan komen benaderen en dat hij ons ook wil vullen, wil zegenen met de gave van God, zijn heilige geest. En in dit gedeelte uit wet en profeten, dan weten we en lezen we ook wat Jezus zelf zegt over het gedeelte wat we gehad hebben over lot, dat in de eindtijd zal het worden als in de dagen van lot. En dat lezen we in Lukas 17. Zoals in de dagen van Lot er gehuwd en ge, uh, gegeten en gedronken werd, men was niet voorbereid op de komst van die Messias. En ook niet in de tijd van Lot in van Sodom en Gomorra, dat het oordeel over hen zou komen. En vandaag vanuit de bemoediging dat Jezus niet alleen ons tegemoet komt van Gods kant, maar met een woord van hoop. Net als wij als Abraham op weg gaan. Maar Abraham ging op weg met, ja, lood in de schoenen om zijn zoon Isaac te offeren. Maar toen ze terugkeerden was hij verheugd. Omdat hij God alles gegeven had en met een dubbele zegen weer naar huis mocht gaan. Zo is ook wanneer Jezus tot ons komt. Dat hij komt met een zegen van zijn geest en met zijn bemoediging vanuit het Evangelie. Waarin we lezen dat wanneer het moeilijk gaat worden in deze wereld, en we zien om ons heen, dat het ook kan worden als in de dagen van lot, dat men zich totaal niet bewust is welke duisternis en oordeel er ook aan zit te komen. Dat wij bemoedigd worden uit 1 Korinthe 10, vers 13, waar staat God laat niet toe. Dat wij boven vermogen verzocht worden. Want met de verzoeking zal God ook voor de uitkomst zorgen. God zal voorzien in alles wat we nodig hebben, in welke situatie en omstandigheid en welke duisternis ook over ons zal komen. God komt in Jezus en door zijn geest tot ons en bemoedigt ons met 1 Korinthe 10, vers 13, waar staat. God zal met al die verzoekingen ook voor de uitkomst zorgen. God zal voorzien. En daartoe ook dit gedeelte dat God aan ons verschijnt. Ik weet niet hoe God in uw leven verschijnt, maar bij Abraham was het: hij deed wat God hem opdroeg. En hij nam zijn verantwoordelijkheid, zowel op het persoonlijke vlak, op het morele vlak, als op het sociale vlak. En ook wij. Die door Jezus en het offer van Jezus erbij mogen horen, delen in de zegen van Abraham. En ook dat wij gesteld worden tot koningen en priesters. We kunnen alleen maar heersen als we ook onze verantwoordelijkheid willen nemen op ons eigen terrein. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Dat we ook voor onze naasten gaan bidden, gaan pleiten, zoals Abraham ging pleiten, zelfs voor Zodan. En dat hij ook. Tot een zegen werd voor lot zijn neef. Met andere woorden, Abraham was een leider, omdat hij zijn verantwoordelijkheid nam. En dat is ook vandaag de les uit dit gedeelte. Als God in ons leven verschijnt, wat doen we daarmee? We willen natuurlijk graag de beloftes hebben, zoals Abraham beloofd had dat er een kind kwam. Maar God wil ook dat Abraham zijn verantwoordelijkheid neemt om tot een leider te zijn en daarin de wereld te zegenen. Ja, dat is de boodschap die we ook vandaag mogen meenemen uit de wekelijkse Torah lezing in de serie Zicht op Torah.